ik zou er echt ook bij iedereen ook voor willen pleiten van... Laten we een prioriteit maken van die gevangenissen. Anders zijn we, eigenlijk een van de grootste problemen aan het negeren. Terwijl we weten dat er radicalisering is in de gevangenissen. Dat er terrorgedetineerden binnenkort gaan vrijkomen. En dat we daar onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dus ik stel daar ook heel concreet voor. En ik zou ook graag uw mening daarover willen weten, meneer de minister. Is, kunnen we geen werk maken van een betere omkadering in de gevangenissen? Dat betekent meer mensen en middelen. Iedereen gaat u daarin steunen, normaal gezien. Voor de psychologische... Voor de reïntegratie. En ik zou u... dat is het ergste wat we zouden kunnen doen in dit dossier. En dat hebben we al een paar keer... is de paraplu opentrekken van de bevoegdheden. Het is... Nee, het gaat over uw eigen bevoegdheid. Uw eigen bevoegdheid, uw 19 VTE's, die u zelf nu inzet in de gevangenissen, die zijn ruim onvoldoende.